Maar toen ik hier kwam, vroeg ik aan een van de zusters, kwam een van de zusters op mij af zelfs, en die zei, wat ik zo bewonder aan bisschop Ernst is, dat hij altijd zo rustig en zo in harmonie is en dat hij zo nooit bitter is en dat hij ook met het verder gaan van de jaren ook niet nog reageert op dingen die in de kerk gebeuren, maar dat hij verder gaat op zijn eigen manier, met zijn eigen leven. Waar haalt u dat vandaan? Wat is daar de inspiratie voor? Ja, eerst was er een aanleiding toe. Als je niet meer in functie bent, dan moet je je eigen ook niet met het beleid bemoeien. Dat is een hele praktische overtuiging van mij, zal ik maar zeggen. Dat heb ik dus ook zo gedaan. Hè. Dus mij nergens mee bemoeid. Wat krijg je dan? Dan krijg je dat je de hoofdaandacht gaat geven aan het zelf trachten te volbrengen wat je in je functie hebt voorgestaan. Hè. Daar gaat het dan het accent komen in het leven. En daar heb je ook de kans voor natuurlijk, als je niet meer door de overmaat van de agenda bepaald wordt. En dan kun je terugkomen bij datgene waar het ten diepste om gaat. Waar het eigenlijk om gaat en wat altijd al in je geleefd heeft en waar je nou nog extra kansen in krijgt. Hè? En dat is? Dat is dus eigenlijk het in het persoonlijk leven waarmaken wat je in je functie hebt voorgestaan. Ja. Christus patiënt stellen. Ja, ja. Heeft het u geluk gebracht? Ja. Ja, ik ben een gelukkig mens, ja. En waar zit dat geluk in? In vrede. Ik heb ook voor vrede gewerkt, heb er strijd voor gevoerd. Maar ik heb ook in mijn eigen leven vrede gekregen. Ik heb geleerd dat je het geloof je bevrijdt van angst. En hoe kan geloof je bevrijden van angst? Als je het geloof kans geeft. Ja. En dat komt omdat je je vertrouwt, toevertrouwt aan de Heer? Ja. En dat je ook als het ware dan ziet gebeuren, zo leg je dan zelf de dingen uit, hè? Ziet gebeuren dat de hand van God, dat die beschermt. En die heeft u beschermd tot op dit moment. En was er ooit twijfel, toen wij hier nog even zaten voordat het gesprek begon, was er ooit twijfel in de tijd van de seminarie van, heeft Huub Ernst wel zo'n goede gezondheid? De president van het seminarie heeft destijds een brief geschreven naar de toenmalige bisschop. En daar staat in dat briefje wat ik naderhand kon lezen, omdat ik in die functie terecht kwam. Daar stond in dat ik een zwakke gezondheid had. Nou, dat valt dus nogal mee. Tja. Ik dank u zeer voor het gesprek. Ik wens u een prachtig vervolg nog toe. En ik dank u voor alles wat u aan de katholieken in Nederland gegeven heeft. Ook op het gebied van de vrede. Want dat zei u maar even terloops. Die vrede heeft natuurlijk ook gediend als man van Pax Christi en ook van Pax Christi Internationaal. Misschien is dat toch nog wel een vraag van hoe belangrijk is die vrede? Ja, ja. Dat is, kijk, met alles wat je aan God vraagt, als je aan God vergeving vraagt, moet je vergeving schenken. Dus het geloof, dat is krijgen op een bepaald terrein, maar dat, wat je krijgt, dat moet je zelf geven aan anderen. En dat is met vrede ook. Dus daar geldt ook voor wat bij de vergeving geldt. Daar, bij de vergeving, daar staat het in het gebed tot onze Vader. Vergeef ons onze schuld zoals wij aan anderen hun schuld vergeven. En zo is het ook als je vrede vraagt in geloof, dan moet je vrede brengen in het leven. Anders kun je het eigenlijk niet vragen.
Dank voor alle vrede die u in het leven gebracht heeft.